naar een nieuwe wedstrijdvlog. Het is vandaag 12 mei en morgen loop ik in Vught. Helaas is de wedstrijd pas om 7:15 en ik hou zelf meer van in de ochtend of de middag lopen. Omdat anders moet je de hele dag zenuwachtig zijn. Tenminste, ik ben altijd heel erg zenuwachtig. En dan heb ik altijd het gevoel dat je echt helemaal niks aan je dag hebt. Het is echt de hele dag op de bank zitten. En op bed liggen en wat filmpjes kijken en wachten tot je eindelijk mag lopen. Ik loop de 3000 meter echt in een best wel sterk veld en ik vind het heel erg spannend. Ik heb ook echt geen idee hoe hard ik kan lopen. Mijn vorige wedstrijd liep ik 9:49, maar dat was niet echt als doel om een PR te lopen. En ik heb die wedstrijd elke kilometer wat sneller gelopen. Dat was, zullen we zeggen, echt een prikkel en gewoon even kijken waar ik sta. En ik heb er wel vertrouwen in dat ik dat PR kan verbeteren. Maar dan moet ik wel echt fit zijn. Nu moet ik zeggen dat ik me vandaag best goed voel. Als ik vannacht goede nacht maak, dan denk ik wel dat ik wel kan knallen morgen. Ik ben nu nog in Oosterbeek in het atletenhuis. En ik slaap er nog vannacht. En dan morgen haalt mijn vader me op. En rijden we samen naar Vught toe. Dat zal om 4:00 worden. En om 4:55 uit mijn hoofd heb ik dan een coronatest. En dan hoop ik dat ik negatief ben en dat ik dan mag gaan inlopen. Ik ben al bezig geweest met inpakken. Ik heb daar al mijn kleding al wat ik morgen aan wil doen. En mijn wedstrijdtas en de tas met spullen voor komend weekend. Als ik lekker naar Sneek naar huis ga. Ik dacht, ik doe dat nu. Want dan hoef ik morgen daar me niet meer druk om te maken. En dan kan ik echt alle energie morgen goed besparen. Goedemorgen. Yes, de zon. Even een lakje nagellak erbij, want nou ja, dit kan natuurlijk echt niet. Ik ben zo zenuwachtig en de dag duurt zo lang. Het is nu 11:00. Ik zit nu al eigenlijk gewoon af te tellen tot het 12:00 is, zodat ik kan beginnen aan mijn eerste lunches. En ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb mijn bed maar opgemaakt en ik heb mijn nagels gelakt. En ik ga nu filmpjes kijken, maar waarom moet die wedstrijd zo laat zijn? Echt, nu kan je ook niet genieten van mooi weer. Vanavond gaat het regenen en nu is het echt zonschijn en weet ik veel wat. En nu wil ik het liefst buiten rennen of lekker buiten gaan wandelen. Maar ik heb mezelf echt gewoon permanent gewoon in huis. Of nou ja, in ieder geval, ik moet gewoon zitten en gewoon of liggen en gewoon verder niks doen. En dat is soms zo moeilijk. Ik heb het daar soms zo moeilijk mee. Maar ik voel me wel fit en ik heb er zin in. En ik hoop dat het droog blijft, want er staat voor 6:00 veel regen en om 7:00 nog steeds regen, maar wel minder. Maar ja, als je met inloop al nat bent, dan wordt het koud. Dus we gaan het zien. Zo, onderweg naar Oosterbeek om Vera op te halen voor de Harry Schulting Games. Het is nu 2:00. Om iets voor 4:00 zal het dan zijn en dan rijden we door naar Vught. Dat zo'n 5:55 getest moet worden. En dan is het nog 2:00. Dat om ongeveer om 7:15 naar de volgende 3 kilometer weer op het programma staat. Nou, we hopen dat het droog blijft. Want ik had gezien dat er nog wat onweer zou komen daar. Nou, we zullen het zien. We wachten het af. Tot later. Linksaf naar de sportlaan en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ja, het is hier parkeerterrein.
We zijn er. We aansluiten op de leidende wedstrijd. Die betekent weer een spannend het baanrecord van Denzel Pomerantia. Dit is dan maar de kwaliteit. En dit ook wel met van maar mijn buddy. Maar met 13.000. Maar het maakt ook heel duur. Dus de DK120. Rick van Hiel. En dan gaat starten met 18. Het huiswerk wordt verzorgd door Marco. Come on! Left, come on! We hebben nog steeds de limieten voor het EK120 en EK118 binnen brengen. En hier gaan de honderd toppers, Nadine Visser en Anouk Vetter hier op de voorbij. Ik hoop dat het goed gaat met Nadine. En dat ze hier van snel weer het wedstrijdritme op kan pakken. Maar dat ze zojuist de 100 meter horen goed eindig moest beëindigen. 4,35 meter de lat van de Smets. Van de CABW. Tweede poging. Ja, als zij in overgaat, wordt de ander ook weer geprikkeld. De vlag helaas voor Van der Smets. Dus de buurt is zo meteen weer een half te klaar. We gaan naar het rondebord. Dat gaat aangeven dat er nog twee ronden te gaan zijn. Lotte Krause is los van de kopgroep. Lotte Krause loopt nu alleen aan de leiding met in de achtervolging Dagmar Smit. En dan kijken we even naar Vera de Vries en ook naar Tess van Randwijk. Vera de Vries met startnummer 169. Zij komt nu door in 703. En dan lopen we op een schema van onderbij de 9.35. Het kan nog voor Vera de Vries en Tess van Randwijk. Waar gaat Lotte Krause dan op uitkomen? We lopen onderbij de 9.20 als schema. 9.20, de persoonlijke bestrijd van Lotte Krause. Is dan ook precies die 9.20? Dat liep zij indoor. 9.20.35. Wat kan Lotte Krause hier in de buitenlucht? En wat kan Femke Pluim op de baan als je de baanrecord houdt met 4,50 meter? De Nederlandse recordhouder. De veelvoudig Nederlands kampioen op de aanloop naar de tweede poging op 4,35 meter. Lotte Krause krijgt de bel voor de laatste ronde. In de achtervolging zijn het Ineke van Koolman en Silke Jongman. Kom Emmy! Kom op! Lotte Krause is weg. We kijken ook naar de doorkant van Vera de Vries. Vera de Vries komt door in 8-19. 8-19. Loopt nog steeds met een schema van 39 binnenbij. We gaan kijken naar Vera de Vries. Met startnummer 169. Daar loopt nog meteen als derde in de 6e, 7e.
Gaan we ons spannend maken met de polstok van de Spencer. Laatste poging 4,35 meter. Partij de finish. Lotte Krause, nog 150 meter te gaan. Waar gaat zij op uitkomen? Kan zij allebei die 9,20 hier finishen? Het baanrecord staat op naam van Marleen Koster, 8,43. Maar Lotte Krause kan hier een toptijd neer gaan zetten. En we kijken natuurlijk allemaal naar Vera de Vries, daarachter. Het startnummer 169. Vera de Vries met een prachtige eindsprint daar nu in zesde positie. Maar het is Lotte Krause, die finisht hier in 9,17, 9,18, 11. En dan kijken we naar Vera de Vries. De Olympische Spelen van 30-0. En we houden de kop in de gaten voor Vera de Vries. Is de limiet geslecht? Blijft ze binnen de limiet? Tess van der Randwijk haalt het helaas niet. Die blijft net boven de limiet voor het EK onder 18. En dan kijken we naar Vera de Vries. 9,30 en een beetje. De limiet is 9,30 precies. Ze blijft er een paar honderdste boven. Vera de Vries heeft gestreden. Maar blijft net 97 honderdste boven die limiet. Nou, we zitten in de auto naar huis. En het regent echt pijpsteden. En ik heb heel veel lekkers. Dankjewel Henk voor deze heerlijke maaltijd. Wedstrijdbeelden gezien. Ik ging vandaag voor een PR. Mijn PR is 9,41 en ik wilde graag 9,40 of daaronder lopen. En ik had dus die tijd uit mijn hoofd geleerd en ik ben gewoon gaan lopen. En op een gegeven moment kwamen we na 1000 meter kwamen we op 3,10 uit. Ik heb helemaal niet doorgehad dat ik op de 9,30 limiet voor het EK aan het lopen was. Daar heb ik totaal niet over nagedacht onder de wedstrijd. En toen ben ik gewoon elk rondje voor mijn gevoel echt steeds wat harder gaan lopen. Houd links aan en blijf op de A7. Alleen ik had echt niet door dat ik voor de limiet aan het lopen was. En op een gegeven moment zegt mijn coach bij de laatste 200 meter... Vera, een rondje in 200 meter in 35. 35. En ik denk 35. En toen had ik door. Ik moet een 200 meter in 35 lopen. Om de EK-limiet te lopen. En ik heb alles gegeven. Echt, mijn benen konden niet meer de laatste 10 meter. Maar ik heb helaas net op 9400ste de EK-limiet niet gehaald. Maar ik ben echt super blij alsnog. Want ik heb gewoon 11 seconden PR gelopen. En ik was hier helemaal niet naar deze wedstrijd toe gegaan. Met het idee van hey, ik ga voor de EK-limiet. En dat ik gewoon zoveel beter heb gelopen dan dat ik zelf dacht dat ik kon lopen. Ik ben heel erg tevreden. Precies. Zal ik het even zeggen? Precies. Samen, zit ik nou? Weet je wat? Samen, ja. Dan zit ik hier op 8,16. En wat is die 19? Jochen, 30. Nou, die zit op 8,16. Dus blijft een rondje, blijft een kilometer. Blijft een rondje. 8,16 plus een minuut is jongen 16. En nog 14 seconden. Dus de laatste ronde is in hier 14 rond. Dus het is. Laatste rondje in 14? Ja. Holy fuck. Dus het is Sagon. Ja. Ja, eerste rondje was 1,17. Nee, fout. Oh. Voor mij. Overnieuw. Eerste 200 meter was in 36. Toen is de 400 meter in 1,19. Toen een rondje in 1,17. Rondje 1,17. Rondje 1,16. Rondje 1,17. Nee, helemaal fout. Goed uit. De eerste 200 meter liep ik in 35 seconden. Toen liep ik de eerste 400 meter in 1,19. Rondje daarna liep ik in 1,17. Kijken. Het rondje daarna in 1,16. Toen nog een rondje 1,17. Toen een rondje 1,17. Nog een rondje in 1,16. En het laatste rondje in 1,14. Dus ik heb echt vlak gelopen.
En het laatste rondje nog alles eruit gehaald wat erin zat. Het is nooit te laat voor pannenkoeken en nog wat fruit. Goedemorgen, het is de volgende dag en ik heb vannacht heel slecht geslapen. Ik sliep pas om 1:30 en ik was om 6:30 alweer wakker. Ik zit al gewoon echt nog vol met adrenaline van de wedstrijd. En ja, ik zou zeggen, mijn lichaam is heel erg moe, maar mijn hoofd is nog helemaal hyper voor mijn gevoel. Dus ja, het was een heel kort nachtje. En ik heb zo net even 30 minuten losgelopen. En verder doe ik vandaag ook helemaal niks. Ik denk dat ik vanmiddag maar weer even na de lunch op bed ga. Om erbij te slapen. Ik bouw gewoon gedurende de wedstrijddag zoveel spanning op. Dat na de wedstrijd die spanning en die adrenaline nog zo lang in mijn lichaam blijft. Dat als ik dan nu wakker word, dat ik er nog last van heb. Dus ja, dan ga ik 30 minuutjes loslopen. En nu is het eindelijk, voel ik me weer een beetje rustig. Kortom, gisteren was een hele bijzondere dag. Ik kwam er om 9:40 te lopen. Ik wou zo graag gewoon een PR lopen. En onverwacht liep ik gewoon bijna de EK-limiet. 9700ste. Dat is volgens mij gewoon één stap. Of nog niet eens. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo verdrietig om dat het niet is gelukt. Want dat was aan het begin van dit basisseizoen. En voor die wedstrijd ook helemaal niet de planning. Nu vraag je je waarschijnlijk al. Vera, ga je het nog een keer proberen? Ik heb niet een 3 kilometer nog op het programma staan. En je moet de limiet midden juni al hebben gelopen. Misschien verandert het plan nog. Maar voor dit, op dit moment ga ik niet meer nog die 3 kilometer voordat de limietkwalificatie, zullen we zeggen, moet zijn gelukt lopen. Ik heb mijn PR met 11 seconden verbeterd. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb 19 seconden sneller gelopen als in Lisse, terwijl dat nog maar 6 dagen geleden is. Dus ik ben in 6 dagen gewoon 19 seconden sneller gaan rennen. Nu heb ik ook tussen die dagen echt niks eigenlijk gedaan, behalve heel rustig lopen en versnellingen doen. Dus ik was ook echt weer helemaal uitgerust en Lisse was ook, zullen we zeggen, een trainingswedstrijdje. Ik wil mijn vader nog heel erg bedanken voor het rijden, want het was weer 4,5 uur voor hem rijden. En vorige week naar Lisse heeft hij ook al 6 uur gereden. En voor het filmen. Ik vind het heel knap dat dat nog is gelukt van achter de hekken. Ik wil Twan heel erg bedanken voor het opnemen van de livestream op Instagram. En als laatst wil ik Henk nog heel erg bedanken voor de goede koffiezorg en de lekkere dingen na de wedstrijd. Heel leuk dat hij dat heeft meegenomen. En natuurlijk mijn coach voor het coachen bij de wedstrijd. Wat ik mezelf nu wel natuurlijk afvraag is hoeveel afstand moest ik nog afleggen tussen 9:30 en 9:30/87 honderdste. Laat in de reactie weten hoe ver jij denkt dat dat nog vanaf de finishlijn is. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende wedstrijdvlog. Doeg!